Bonjour, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over, nou ja, je ziet, ik ben in mijn eentje. Maar ik ga het vandaag hebben met jullie over Wie is de Mol, aflevering 5. En die heet de kettingreactie. En we gaan eens eventjes alle hints doornemen. Nou, de eerste die we kunnen afstrepen is Hila. Zij ligt eruit, spoiler alert. Maar aflevering 5 heet kettingreactie en ik wil daar meteen eigenlijk op inspringen om daar het een en ander aan hints voor te geven. Zo blijft Everon bijvoorbeeld in opdracht 1, blijft hij aan de ketting zitten. Dus dat zou een kettingreactie kunnen zijn. Of ik zat eraan te denken dat iemand ervoor zorgt dat er een kettingreactie komt. Dat was natuurlijk het idee, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Uiteindelijk zijn alleen Thomas en Letitia met geld teruggekomen. Dus er is niet echt sprake van een kettingreactie wat dat betreft. Ik kon ook niet echt een kettingreactie in de andere opdrachten vinden. Ja, misschien hooguit bij opdracht 2... Zwanemeer en ook misschien wel bij opdracht 3 de kettingreactie op het feit of dat ze nu wel of niet een gokje gaan wagen. Dus hou dat eventjes in gedachten. Maar laten we gewoon maar eerst beginnen bij opdracht 1. Dat is uit de lucht gegrepen. Nou, ik vond het best een leuke opdracht. Wat ik zeg, het was opvallend dat Everon aan de ketting bleef zitten. Maar er waren nog wel wat meer dingen opvallend te noemen. Uit de lucht gegrepen zou kunnen wijzen op Thomas, Letitia, Hila en Kim Lian. Zij zijn degene die wel uit de lucht een sleutel ontvangen. Zij weten zichzelf los te maken. Everon natuurlijk niet. En ook Sahil en Fresia natuurlijk niet, want die zitten in de lucht. Nou, wat zijn dan dingen die mij op zijn gevallen? Sahil stopt met rondvliegen, want hij zegt dat hij Everon en Hila niet kan zien. Ja, dat is natuurlijk een beetje vreemd, maar het is wel opvallend dat ze dat er ook in verwerken. Dus ik weet niet of dat een echte hint of aanwijzing is. Wat ik wel heel erg opvallend vind, is dat bijvoorbeeld Thomas, die vindt en het geld, maar hij heeft ook de verdubbelaar gekregen en hij neemt de verdubbelaar mee. Letitia vindt ook geld, maar zij neemt geen verdubbelaar mee. Dus zij heeft een roze etuietje niet gepakt. En dat is natuurlijk heel erg opvallend, want anders was er gewoon meer geld in de pot gegaan. Nou, daarna is de opdracht afgelopen. In dit geval heeft Thomas gewoon het meeste geld binnengebracht. En op een gegeven moment zegt Hila, dan hebben ze het vooral over die moltelefoon, hè, dat ze die kwijt zijn. En nou ja, kwijt, ze weten gewoon niet wie op dit moment de moltelefoon heeft. En Hila zegt, eerst was er 250 euro verdwenen en nu is de moltelefoon verdwenen. En dat is natuurlijk niet waar, want daar hadden we het de vorige keer al over. Kim Lian heeft die 250 euro natuurlijk achterover gedrukt. En het is heel vreemd dat Hila zoiets dergelijks zegt, want zij was toen samen met Kim Lian een team. Dus ze moest weten dat die 250 euro die niet ingebracht was, gewoon van Kim Lian was. Dus dit vond ik echt heel raar, want je stond er met je neus toen bovenop en toch is haar niet opgevallen. Ja, ik vond het gewoon toch heel vreemd dat daar nog een keer naar verwezen werd. Het zou natuurlijk ook gewoon net iets te veel kunnen zijn dat ze gewoon expres de verdenking op Kim Lian leggen. Maar goed, onthoud het maar gewoon even. Nou, door naar opdracht 2, Zwanemeer. Nou, Thomas die wordt weer de man van het geld genoemd. Dus mensen vertrouwen hem toch blijkbaar op de een of andere manier. Is op zich ook goed verdiend, 800 euro. Maar ja, je weet natuurlijk niet of dat hij grote bedragen misschien heeft overgeslagen. Hij heeft wel bijvoorbeeld 1 euro overgeslagen omdat hij zegt dat Sahil heeft gezegd dat dat een hoger bedrag was. Ja, dat weten we niet. Althans, ik heb het niet gehoord. Wat zijn daar de opvallende dingen? Ik moet zeggen, van opdracht 2 kon ik nou niet echt heel erg aanwijzen of hints vinden. Maar het was in ieder geval wel natuurlijk zo dat Everon en Letitia niet goed bereikbaar waren. Omdat die Porto het niet deed. Het stond gewoon op een compleet ander kanaal. Dat was toch wel vreemd te noemen. En dat met het feit dat Letitia natuurlijk in de eerste opdracht ook die verdubbelaar niet heeft meegenomen, vind ik als kijker vreemd. Dan gaan we door naar opdracht 3. Tijdsbeeld. Nou, dat kan natuurlijk ook slaan op het feit dat ze gewoon nog net in die laatste 2 seconden de opdracht toch weten af te ronden. Wat is hier opvallend? Dat er een kleine discussie ontstaat tussen de deelnemers. Of dat ze voor een gokje gaan of dat ze better safe than sorry willen. In het begin willen Letitia, Hila en Fresia sowieso better safe than sorry. Kim Lian oppert dan
zullen we niet een keer een gokje wagen? Want we hebben eigenlijk al best wel veel verdiend. Dus ik denk dat we wel een gokje kunnen wagen. En dus gewoon all-in kunnen gaan. En dan kunnen we namelijk 2000 euro verdienen. Sahil gaat daarin mee. Hila uiteindelijk ook. En wat is nu eigenlijk opvallend? Het is natuurlijk vaak zo dat een mol op zo'n moment probeert onrust te zaaien. Of een beetje gaat kijken wie, wat, waar en weet ik het allemaal doet. Dus wat is er opvallend? Evenrom, hij is eigenlijk degene die aan mensen vraagt, wat zou je willen doen? Hij is ook degene die bepaalt, nou goed, dan gaan we all in. Maar hij zegt niet specifiek, ik wil ook all in. Nog opvallender, Thomas horen we niet. Die staat gewoon een beetje rond te kijken om te zien wat mensen doen. Dat kan een molactie zijn, want laten we wel wezen, ik denk dat de mol zich hier een klein beetje heeft vergist. Want als je dan all in gaat, dan de kans is natuurlijk vrij groot, normaal gesproken, dat het niet lukt. In dit geval was het echt kiele. Binnen ze hadden nog 2 seconden over en toen hadden ze dus wel alles goed gedaan. Het was een gigantisch terrein, die beelden waren zwaar, ze moesten gewoon best wel een stuk lopen elke keer. Dus ik denk dat dit gewoon voor de mol pech is geweest dat ze toch 2000 euro hebben gewonnen. Leuk voor de kandidaten, dat natuurlijk wel. Maar ik vond dat dus wel opvallend van, wie willen er all in gaan? En vooral die neutrale plek die Evron wil innemen en Thomas die dus niks zegt, ja, dat vond ik wel onwijs opvallend. Nee, ik wil per beeldje gaan. Per beeldje, 1? Ik ga dan ook, ja, ik wil ook wel per beeldje, denk ik. 2? Ja. Ik ga al in dan. Ik ga al in. Alles of niets? Al in, dan gaan we al in. Duidelijk. Nou, en dan komen we eigenlijk uit bij de test. Hila zegt dat ze niet op Evron of Letitia zit. Nou, Hila is eruit. Dus je zou daar zogenaamd natuurlijk Evron en Letitia mee kunnen afstrepen. Het is allemaal nooit 100% zeker natuurlijk. Het is niet waterdicht. Wat wel opvallend is, is dat Sahil zegt, er moet iemand naar huis. Ik weet niet wie, maar ik word het niet. Want ja, de mol, die hoeft nooit naar huis. Dat zegt hij niet erachteraan. Maar hij zegt wel, er moet iemand naar huis. Ik weet niet wie, maar ik word het niet. Het laatste dingetje wat mij nog eens opgevallen is, ik had het al eerder over de kleur rood. Wat viel me nu op, is dat Sahil, Fresia was dan met wit-rood gestreept. En Kim Lian, die gaan rood gekleed. Het hoeft niks te betekenen, maar misschien ook wel. Ik ben heel erg benieuwd of jij nog een hint hebt met betrekking tot die kettingreactie. Ik wil ook heel graag weten op wie je je punten inzet. Of ja, eigenlijk wie je gewoon het meest verdacht vindt in dit spel. Deze keer heb ik toch mijn punten niet ingezet op Kim Lian, maar op Evron en op Sahil. En ik ben nog steeds all over the place. Dus ik ga even nu deze week goed nadenken wat het dan moet gaan worden. Want ja, ik kan natuurlijk niet meer all over the place zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie mee willen denken. Laten we samen mollen. Laten we samen onze aanwijzingen bundelen. En die mol gaan ontmaskeren. Ik vond het hartstikke leuk dat je hebt gekeken. Vond je dit een leuke video? Geef hem dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. Sta rechts onderin. En deel het even met vrienden. En volgende week is Joep er gewoon weer bij. Maar voor nu, tot de volgende keer. Doei!